Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Juliette en ik ben mama en ondernemer. Ik ben op mijn eigen kantoor nu. Ik run een webshop met notitieboeken en planners. En vandaag is het maandag. Ik heb net weekend gehad. Enerzijds vind ik dat altijd heel leuk, heel relaxed, maar ook wel pittig. Want ja, je bent toch de hele dag in de weer met huishoudelijke klusjes en de kindjes en alles wat er moet gebeuren. Maar gelukkig heb ik ook tijd gehad om lekker te lezen. Heerlijk. Ik heb het lezen, ben ik echt, dat plezier erin ben ik best wel lang kwijtgeraakt. Eigenlijk sinds ik zwanger werd had ik die behoefte niet meer. Toen werd ik moeder, toen had ik de buffer niet meer voor. Ik was al moeder natuurlijk, maar van de moeder van Valentijn die nu 17 maanden is bijna. Maar ik heb de liefde voor lezen weer teruggevonden. Ik heb het nu samengevoegd in mijn ochtendritueel. Als je iets nieuws wil toevoegen in je leven, dan is het slimste om dat toe te voegen aan een bestaand ritueel. Dus als je elke ochtend een kopje koffie drinkt, doe dan datgene wat je graag wil doen bijvoorbeeld. Want dat maakt het gewoon makkelijker. En ik heb voor mezelf gezegd, ik doe gewoon elke dag 10 bladzijden. En de ene dag doe ik echt 10 en is dat hard werken. En de andere keer fluit ik er doorheen en wil ik doorlezen en doe ik dat ook. Want 10 is gewoon het minimum. Dus ik ben nu eigenlijk zaterdag begonnen en ik ben nu op bladzijde 80. Dus jee, heel blij mee. En ja, gewoon vooral heel inspirerend. Het boek wat ik nu aan het lezen ben, zal ik hier even in beeld brengen. Ik vind het heerlijk. Het is helemaal gericht op persoonlijke ontwikkeling, om jezelf beter te leren kennen, die ui af te pellen. Precies de processen waar ik mee bezig ben. Dus het sluit echt zo goed aan. Ik heb dit boek intuïtief gekocht en helemaal niet reviews of iets gelezen. Ik dacht gewoon, dit boek moet ik hebben. Ik voelde dat. En ik lees het nu en het is echt heel kloppend. Er zitten ook opdrachtjes in. Nou ja, goed. Mocht je wat meer met persoonlijke ontwikkeling willen doen, kan ik je dat boek dus echt aanraden. Ik zal het linkje hieronder in de beschrijving ook even plaatsen. En dan, ja, 10 minuutjes per dag. En je maakt er een gewoonte van. Dus, nou ja, heerlijk. Nu dus op kantoor. Wat ik altijd doe, is een hele grote pot thee voor mezelf zetten. Dan weet ik dat ik in ieder geval 1,5 liter heb gedronken vandaag. En ik ga beginnen met de bestellingen. Want dat is natuurlijk na het weekend zijn er altijd, ja, natuurlijk veel meer bestellingen dan op één dag. Dus dat is eigenlijk eventjes de actie voor vandaag. En aangezien het morgen Valentijnsdag is, ga ik bij iedereen een hartjeslolly erbij doen. Ik vind dat altijd zo leuk om iets extra's te doen voor mijn klanten. Sowieso pakken we iedere bestelling al in als een cadeautje. Stuur ik liefde mee. Maar nu stuur ik ook nog de liefde mee in de vorm van hartjes, lolly. Kleinigheidje. Maar ik vind dat dat soort dingen wel echt heel erg leuk om te doen. Ik ben lollies even aan het uitzoeken. Want er zitten best wel wat gebroken hartjes bij. En die gun je natuurlijk niemand. Dus dat is wel een beetje teleurstellend om iemand een gebroken hart te sturen. Zo met Valentijn. Het voordeel wel is dat ik extra kan snoepen. Valentijn die zit op de grond en een leftover van een appelflap te eten. Lekker hoor. Het is 10:30 en we zitten er eigenlijk allebei een beetje doorheen. We hebben vanochtend de fysio gehad, bijna 1,5 uur. Dat hebben we 1 keer in de zoveel tijd om de ontwikkeling van Valentijn nog een beetje in de gaten te houden. En wat tips krijgen over hem dus kunnen stimuleren. En het was al super interessant, want ik heb heel veel geleerd over gebaren. Want zodra je een woord koppelt aan een gebaar, is dat makkelijker te onthouden en worden er meer banen in de hersenen gelegd. En dat is ook heel leuk, want Jade heeft dat in groep 3 ook. Dan leren ze pas op je vingertjes. Ja, bij elke letter leren ze ook een klankgebaar. Dus daar leren ze dus een beweging bij, waardoor ze dus het makkelijker kunnen onthouden. Dus wel heel mooi. Ze hebben dus opruimen, werken, muziek, wat hebben we nog meer? Helpen. Geel, blauw, volgens mij blauw, ja, blauw, nou ja, dat soort dingen vandaag geleerd. Oh, Valentijn, wil je, nee, oh, kom, doe maar la dicht. Ik had hier altijd een netjes opgevouwen doekjes la, nee, Valentijn, nee, klaar, maar Valentijn die maakt, nee, stop, we gaan de la dicht doen, nu is het klaar. Klaar. In ieder geval, het is niet zo netjes meer als dat het altijd was. Oké, dan ga ik heel even de vloer een beetje opruimen, want je hebt er een beetje een bende van gemaakt. Wil je wel die nog? Nee, oké. Wat dan? Ik weet niet wat je wil. Oh, nu zit overal. Oh, verschrikkelijk dit. Maar goed, Valentijn zat er dus eigenlijk al eerder doorheen. Maar ik wilde hem eigenlijk niet in bed doen.
Alleen ja, nu is het 10:30. Dus ik ga even zorgen dat hij nu gaat eten. Dan gaat hij gewoon om 11 uur naar bed in plaats van om 12 uur. Gaat dat? Ja. Zo, wil jij visfrietjes? Zullen we dat eens maken? Heb je nog nooit gegeten? Heel lekker. Ik was afgelopen weekend bij de Makro en heb ik allemaal lekkere dingen gehaald. Dus ook visfrietjes. Nou, iets wat je niet zo snel eet eigenlijk. Bij ons is de viskraam weg. Die? Wat is die? De kraan. Ja, dat vind jij heel leuk. Daar gaan we later vandaag iets mee doen. Mama gaat eten maken. Boterham. Wil je boterham? Nee? Weet je het zeker? Nou, ik in ieder geval wel een broodje ontdooien voor hem. Maar ik heb even 2 handen nodig. Mama gaat jou even op de grond neerzetten. Ja, want kijk eens, Fante en mama. We gaan eerst eten. En daarna gaat Fante naar bed. Afgesproken? Ik ga jou neerzetten. Ja, maar ik heb 2 handen. Lieverd, kijk eens. Mama is hier. Ik ben hier. Ik moet even iets pakken. Kijk, met 2 handen heb ik nodig. Zo. Gaan we de stofzuiger hier laten schoonmaken. Oh, het zit ook onder je schoen. Mama ook een hapje eten, want anders vergeet ik dat. Dit zijn boterhammen. Die gaat mama warm maken. Ja. Ja, lieverd. Oh, iets waar ik zo blij om word, is dat het weer zonnig is buiten. Finally. Het begint echt weer een beetje lenteachtig te worden. Ja, dit gaan zo die doen. Dus dat is wel weer heel fijn. Daar fleur ik van op. Nou, volgens mij gaan de visrietjes er wel goed in. Hij vindt alleen de saus het lekkerst. Ik had een klein beetje knoflooksaus erbij. Maar hij ziet gewoon wat je doet. En nu wil hij dus ook alles met saus. Echt, ah ja, tuurlijk. Vis, banaan, banaan. Mijn beste vriendinnetje die belde. En daar heb ik 3 kwartier mee gebeld. Ondertussen had ik Fantijn in bed gelegd. En toen zei ik, ik ga nu echt ophangen, want ik wil tijd voor mezelf. Dus ik ben nu heerlijk op de bank aan het lezen. En aan het genieten van de stilte in huis, van het zonnetje dat binnen schijnt. Heerlijk. Dus ik ga nog even door met genieten. Er werd net aangebeld en er zijn 2 pakketjes bezorgd. Ottensien en Chiquelle. Ik zal even laten zien wat ik besteld heb. Bij Ottensien bestelde ik eigenlijk voornamelijk Name-It producten. Ik vind dat echt hele fijne kleding. Voor Valentijn. Ik vind gewoon überhaupt de kleurtjes heel leuk. Ik vind dat ribstofje heel leuk. Maar het is ook gewoon heel zacht materiaal. En die rompers die zijn dus ook rekken zo mee dat je er gewoon 2-3 maten mee kan doen. Dat vind ik heel fijn. Wat ik besteld heb is deze longsleeve. Wel op de groei. Dit is maat 92. Maar ik verwacht wel dat die deze eigenlijk wel bijna aan kan. Terwijl die in 74-80 zit. Maar ja, zoals je ziet, omdat het stretch is, kun je daar gewoon wat langer mee doen. Ook heeft Fountain heel veel van die Name-It broekjes. Hetzelfde materiaal. Dus ik heb ook nog een broekje. Een beetje een cognac roodachtig. Ik weet niet of ik dit nou zou kiezen als ik het in de winkel zou zien hangen. Maar op zich, ik vind de natuurtint gewoon heel leuk. En dit is best wel ook nog wel een natuurtint. Dan voor Fountain nog een romper. Dit is 86, dus die is ook op de groei, maar die zal die dus ook gewoon oppassen. Dus dat is echt heel fijn. Ik hoop ook dat ze deze in de zomer maken met korte mouwen, maar ik heb ze vorig jaar eigenlijk niet gezien. Nu heb ik voor Jade ook een Name-It shirtje besteld. Zij heeft zo'n wit bondje, zo'n giletje, wat Valentijn eigenlijk ook heeft. En toen dacht ik, oh, dat is misschien wel heel leuk als ze zo'n bruin shirtje. En deze heeft dus ook voor meisjes dan zo'n klein kanten kraagje. Vond ik wel heel erg leuk. Ik had het trouwens in de sale allemaal gekocht. En in de sale hadden ze ook nog dit hemdje van Only. Ik vind het ook wel leuk als Jade in de zomer met een rokje eens een keer een hemdje aan kan. Want eigenlijk heeft ze alleen maar t-shirts of hemdjes voor onder de kleding. Dus ze zag deze. Toen zei ze, oh, die vind ik leuk. Dacht ik, nou, bestel ik voor je. Dat was dus Ottensien voor de kindjes. En voor mezelf heb ik nu weer een paar nieuwe items van Chiquelle. Ik ga het strakjes wel aandoen, maar heel even laten zien. Dit is een overslag rib shirtje met korte mouwen. Dan is dit een overslag shirtje met lange mouwen. Ook rib en zo'n strik op je rug. Dus dat vind ik ook wel heel erg leuk. Een super zomers rokje met een print. Dus daar kan eventueel bijvoorbeeld dit shirtje heel leuk op. Ik ben zelf niet zo van die touwtjes, maar ik vind verder het shirtje wel heel leuk. Dus en deze, die herkennen jullie vast.
Hallo. Hi. Oh nee. Zijn aap en konijn uit bed gevallen? Kijk eens. Dit is aap. Aap. Ja. Ja. En konijn. Valentijn is wakker en die ga ik heel veel een boek laten lezen. Dan kan ik ondertussen de nieuwe kleding laten zien. Dit is het eerste item wat ik heb ontvangen. Het is de Weekend Roadtrip Playsuit, meen ik. Ik heb deze dus al gehad. 1,5 jaar geleden. En ik vind hem zo fijn. Alleen zoals je misschien weet is onze wasmachine een beetje stuk. En heeft dit item eigenlijk als eerste een beetje opgegeten. Dus ik ben heel blij dat ik hier een vervanging voor heb. Ik heb trouwens nu een maatje groter besteld. Dat je net even wat meer ruimte hebt. Oeh, wat heb je daar? Oh, een hangertje. Ja. Dus dit is een medium. Ik heb er een hemdje onder, maar dat zie je eigenlijk verder niet. Ja. Ja. Dus dit is echt wel een classic waar ik echt heel blij mee ben. Hey boef, dit is de volgende outfit. Zoals je ziet zijn dit dus allemaal wel zomerse, voorjaarse kleding. Maar ik zit gewoon best wel goed in de truien en warme winterkleding. En ben helemaal klaar voor lente en zomer. Dus dit is een broekrokje. En dat is echt super handig met kids. Omdat je natuurlijk continu aan het bukken en aan het duiken bent in de speeltuin. En beneden gewoon, ja, in de tuin. Ja, en dit topje vind ik ook leuk. Dus die met die touwtjes. Want die zitten gewoon eigenlijk in het rokje. Die heb ik gewoon erin gedaan. En ik vind het eigenlijk ook leuk. Dus het is gewoon een beetje een basic shirtje. Maar dan net iets minder basic. Even hem wat dichterbij laten zien. Korte mouwtjes, rib, overslag en lang genoeg ook. Het is geen crop top, gelukkig. Ja, dit zou ik zo ook echt in de zomer lekker dragen. Het laatste item is deze rib top met lange mouwen. Dus die kan ik gewoon lekker nu al aan. De kleur is beige en het leuke is dat hij aan de achterkant zo'n strik heeft. Vind ik echt heel leuk. Dus goed, ik ga nu mijn lange broek weer aandoen, want het is gewoon nog winter. Dus de zomerse items moeten nog even wachten. Chiquelle is een Zweeds modemerk met een Nederlandse webshop. Ze verzenden dit vanuit Nederland met PostNL. Echt ideaal. Ja, alle kleding worden in Turkije gemaakt. Ze hebben ook regelmatig vernieuwing van hun collecties. Bijna elke week komt er een nieuwe drop online. Dus allemaal nieuwe items elke keer. Dus we beginnen nu richting voorjaar en jurkjes en rokjes en zo weer. Dus dat is wel weer leuk om daarmee bezig te zijn. Als je het leuk vindt, kan je shoppen met korting. Met Juliette 25 krijg je de komende 5 dagen 25% korting in de webshop. Van alle items en de namen en de maten die ik heb van de kledingstukken hieronder in de beschrijving zetten. Zodat je die makkelijk kan terugvinden. Waar ik het meest fan van... Ja, ik vind het echt moeilijk om te zeggen. Ik denk ik ga je laten zien. Of ik ga je laten weten waar ik het meest fan van ben. Maar ik ben echt nu al dol op dit shirtje. Maar eigenlijk ook op dit rokje. Omdat het gewoon zo ideaal is. Anderzijds, deze playsuit heb ik ook altijd zoveel plezier van gehad. En ik baalde echt dat die stuk was. Dus dat ik nu dan een nieuwe heb, dan daar word ik ook gewoon blij van. Dus ik vind het heel moeilijk om te zeggen wat nou echt mijn favoriete item is. Goed, genoeg dus. Kijk eventjes, Juliette 25 voor 25% korting. Gaan we naar beneden toe? Gaan we snel een broodje eten en Jade ophalen van school. Goed, hier. Ja, mama even andere kleren aandoen, hè? Even een lange broek. Kijk eens wat er van jou bezorgd wordt. Wil jij deze openmaken? Oh, zullen we kijken? Voor mijn Valentijn. Kijk eens, heb jij een kaart gekregen? Ja, jouw naam staat erop. Dat is leuk, hè? Zullen we kijken? Zo leuk, mijn moeder stuurt ieder jaar met Valentijnsdag mijn kindjes een Valentijnskaartje. En dat is heel erg leuk, want wij, mijn zusje en ik, kregen vroeger ook van mijn opa en oma elk jaar een Valentijnskaartje. Dus dat was wel echt heel leuk. Dus dat is een beetje traditie en ook mooie herinneringen van vroeger. Dank je, mam. Goed zo, liever. Dat zijn jouw schoenen. Gaan we ook jouw jas pakken? Ja, die leggen we daar. En deze? Ook, hè? Goed zo. Ja, mama legt het altijd daar neer. Dus jij nu ook. Ja, ik snap het. Liever, Jade, de jas hoeft niet, want Jade is al op
school. Deze. Mama's jas. Wil je mijn sjaal? Oh, wauw, die is zwaar. Goed zo. Nou, we zijn lekker even buiten. Jade is opgehaald en we gaan even naar de bieb. Boek ophalen die we gereserveerd hebben. En een nieuw boek uitzoeken. Want Jade heeft super veel gelezen. Hoeveel boeken heb je in totaal al gelezen, Jade? Weet je dat nog? Hoeveel boeken jij al gelezen hebt? 14. 14, wauw. Nou, loop maar door, Valentijn. Gaan we ook kijken of we voor jou een boek zien? 14. Kijk, schuifdeur, opletten. Oh! Ja. Goed zo, ga maar. Wat heb je daar? Heb je een mooi boek? Die. Ja, zullen we kijken? Lasse en Lina. Ik zie het inderdaad. Nou, we hebben weer twee superjuffies gescoord. En een tas vol zelfleesboekjes. En die boy is niet te houden. Die loopt alle kanten op. Omdat het zo mooi weer is, lopen we heel even naar een schommel. Hier vlakbij. Ja. Oh, boom. Ja, dat zijn takjes. Valentijn is hier nog nooit geweest. Loop maar. Ga maar kijken. Waar is Jade? JJ. Nou, so far so good. De schommel was bezet. En Valentijn ging plat op de mouw. Dit is een liefdeskaartje. Een liefdeskaartje. Ja, de naam staat er niet bij. Nee. Zoals echt Valentijn's kaartje. Valentijn, kom. Gaan we even wat drinken. Ga je mee? Nee? Nee, we gaan even jouw neus schoonmaken. Mama's hand had overal bloed. Gelukkig had Jade geholpen met servetjes uit de auto halen. Ja, kom maar, lieverd. Nou, dit is echt niet te geloven. Maar ik heb net de bloedneus van Valentijn gestopt. Kijk, Jade spontaan ook een bloedneus. Die heeft wel vaker bloedneuzen. Maar ja, zo ineens. Je lag gewoon op de bank. Gebeurt er niks. Raar, hè? Ja. Oh, je hebt helemaal een rode neus. Ja, je bent erop gevallen, hè? En jij hebt helemaal nog bloederig. Ik ga ook even je trui schoonmaken. Mam, ja. Ja. Nou, het is al richting 16:30. Dus ik moet gaan beginnen aan het eten. Maar ik moet het even uit mijn tenen halen. Ik heb dan echt een neiging om ongezond te gaan eten. Nou ja, niet dat ik nu gepland heb dat dat gezond is. Het is pasta met knoflook en gamba's. Maar goed, wel heel lekker. Ook veel werk. En vooral als je maar één arm hebt en daarna deze lamme arm. Zo, dit had ik al eerder vandaag kunnen doen, maar... Ik heb zo geen zin in. Ja. Kom maar, ik ga je weer tillen. Ja. Kijk dan. Zo. De gamba's die zitten in het water. Nou, gelukkig Sander er, mijn chef. Die even helpt in deze chaos. Ja, lieverd. Mama is er. Nou, Jade die was vorige week ziek, vrijdag. En het weekend een beetje. Maandag weer naar school, dinsdag weer naar school. Maar gisteren had ze ineens weer 39,5. Dus die is weer een dagje thuis. Ja, daar moet de giraf. Probeer hem erin te doen. Doe maar op de goede... Goed. Draaien, een beetje draaien, Vata. Kijk, mama, een klein beetje helpen. Doe maar erin. Goed zo. Ja, welke nu? Het nijlpaard. Ja, die moet daar. Ga je hem ook draaien? Nou, niet schuiven, maar draaien. Doe maar goed op zijn plekje. Goed zo. Superleuk dat hij die puzzel... Die, ja, eerst wilde hij hem gewoon doen vanwege de dierennamen, maar nu doet hij ook echt het op de juiste plek neerleggen. En hij doet hem dus zodat hij er echt in klikt. Oh, ben je gefrustreerd? Kijk eens. Bijna. Zachtjes. 1, 2. Ja, klik. Er ligt ook een taakje te wachten voor Sander straks. Deze kwam gisteravond binnen, dus die kon ik gisteren niet meer in elkaar zetten.
Het is zo'n leertoren. Maar die zal ik dus straks na werk even laten zien. We dachten namelijk dat is tweeledig. Want enerzijds is het heel leerzaam. Hè, dat Valentijn kan zien wat we doen. Dat hij erbij kan. Dat hij mee kan helpen. Maar anderzijds is het natuurlijk ook heel slim. Omdat hij altijd erbij wil zijn als je in de keuken bent. Dus dan zet je hem gewoon aan een taakje. Dus laat je hem afwassen of iets anders doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat werkt. En van deze kun je ook nog eens een tafeltje met een stoeltje maken. Dus ja, die hoort op de camera. Hè? Oh, moet die erop? Oké, dankjewel. Kijk, Valentijn heeft dus echt... Zijn neus is helemaal rood van het vallen van gisteren. Hè? Ja, die is van de bibliotheek. Is voor jou. Ga maar lekker lezen. Ik ben inmiddels op kantoor. Super fijn. Ik vind het echt het allerfijnste na een mamadag om gewoon lekker op werk te zijn. Ik ben gewoon lekker bezig. Maar de tijd vliegt alweer voorbij. Het is al 11 uur. Ik heb wel wat bestellingen al ingepakt. En ik ga nu mijn vlog beginnen. Maar er komen allemaal die dingetjes tussendoor. Wat super jammer is. Is omdat Jade dus ziek is. Heb ik haar privé zwemles moeten afzeggen. Zij zit echt al super lang in badje 3. En ik werd er helemaal niet goed van. En zij zelf ook. De borstkrol en de rugkrol. En elke keer als er dan nieuwe kindjes in dat badje komen, die krijgen natuurlijk heel veel aandacht. En bij Jade, ja, vind ik dat een beetje tegenvalt. Dus ik dacht, als ik nou haar een privéles zwemles geef, dat ze die vaardigheid even wat meer onder de knie krijgt. Ik weet het. Ik ben een beetje een curlingmoeder wat dat betreft. Maar het is ook voor onszelf. Want je kan natuurlijk 1 privéles doen, waardoor ze misschien iets sneller door dat badje heen gaat. Of gewoon nog een maand extra in dat badje. Dus ik denk dat het voor haar zelfvertrouwen ook fijn is als er gewoon iemand is die haar eventjes daarin begeleidt en even wat beter echt 1-op-1 met haar werkt. Alleen ja, die moeten we dus afzeggen. Gelukkig mochten we het wel verplaatsen en is die les dus niet vervallen, want het was natuurlijk niet goedkoop. Maar ja, dus die ga ik meteen even in mijn agenda zetten voordat ik dat vergeet. Ik hoop eigenlijk ook dat ze morgen wel weer beter is, want ik heb natuurlijk een sauna dag gepland. Ja. Ja, dat zijn altijd wel die zure dingen, hè? Dat je dat dan plant en betaalt en dan, ja, ziek kindje, ja, daar moet je dan aan toegeven. Maar goed, aan de andere kant, misschien kan Sander gewoon thuiswerken met Jade of kan ze wel naar school of naar opnemen, we zien het wel. Ja, dus ik ga even snel mijn agenda bijwerken en dan ga ik in ieder geval die dingen niet vergeten. Ik ga gewoon weer verder in de webshop, ik ben het echt allemaal een beetje aan het opruimen. Weer helemaal lekker eigen aan het maken. Maar ook aan het nadenken over dingen die ik dan wel nog wil. En dingen die ik niet meer wil. Ja, het houdt me gewoon lekker bezig. Ik heb jullie nog helemaal niet verteld dat we misschien op vakantie zouden gaan naar Oostenrijk in de krokusvakantie. Maar we hebben besloten dat dat niet doorgaat. De reden is namelijk tweeledig. Want ze hebben dus heel mooi weer voorspeld. En het is dus nu heel mooi weer in Oostenrijk. Al een paar dagen. Ver boven nul, boven op de piste. Dus dat betekent dat het dal gewoon groen wordt als wij zouden aankomen. Maar daarnaast is dus ook krokusvakantie super druk. Nou ja, allemaal mooie weerskiers. En dan krijg je dus dit. Dit is dus vandaag. Dit is nog zelfs de week voor de krokusvakantie. Dus moet je nagaan, dit is niet eens hoogseizoen. En alsnog is het zo ontzettend druk bij een skilift. Dus ja, daar zou ik echt helemaal lijp van worden. Tuurlijk, ik ben echt een mooi weerskier. Lekker in het zonnetje. Maar ik vind het ook echt verschrikkelijk als je van 1 piste dan weer een half uur moet wachten voordat je in de lift kan. Nee. Dus we hebben besloten om voor 1 weekje, dus ook dan inpakken, uitpakken, alles regelen voor werk. Vond ik echt zoveel gedoe dat ik dacht, nee, laten we lekker zitten. Dat laten we los. Dus helaas, we gaan niet naar mijn vader toe in Oostenrijk. Hij blijft denk ik ook niet super lang meer dit keer. Omdat het gewoon een slecht seizoen is. Dus mijn vader zal binnenkort wel weer naar Nederland komen. Ook wel weer gezellig. Dus die zien we gewoon weer hier. Maar toch wel jammer, want ski is natuurlijk wel heel leuk. En ik had zo gehoopt om met Valentijn eindelijk door het dal te gaan. Met zo'n ouderwetse slee, met zo'n bondje erin. Maar ja, ja, nou, dan moeten we mee wachten tot volgend jaar kerst, denk ik. Hoop ik. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar krijg hoor. Maar die vlog is dus gewoon weer 40 minuten. Sorry. En sommige mensen vinden het hartstikke fijn. Ik weet het. Maar ik zou echt iets kortere vlogs willen maken. Maar het is zo moeilijk inschatten hoeveel ik film. Ja, op een dag en in een week. Het is toch elke keer weer een beetje... Het is echt heel moeilijk inschatten. Maar goed, ik doe mijn best
working on it. Mocht je nog tips hebben voor de vlog, laat het me weten. Bijvoorbeeld een van de reacties was dat bijvoorbeeld bij heel veel vlogs, niet alleen bij mij, maar bij meerdere, het muziek veel harder staat. Dus daar hou ik dus rekening mee dat ik die altijd een paar decibel lager zet. Dat is voornamelijk voor de mensen die met oortjes luisteren heel vervelend. Want als je gewoon op de tv of op je telefoon kijkt, merk je dat niet zo erg. Maar dat soort tips zijn wel heel nuttig. Dus gaat het over de inhoud, over de vorm, andere dingen, laat het me weten. Dan kan ik het alleen maar fijner maken. Dus, nou ja, goed. Ik werk aan het proces dat die wat korter wordt. Die arme Jade, die is dus nog steeds ziek. Had 39,2 vanochtend. Sander die brengt nu Valentijn eventjes naar opa en oma. Jade is nog eventjes bij mij. Die gaat later ook naar opa en oma. Ze heeft nu net een paracetamol gehad. En we merken al dat ze eigenlijk al een beetje aan het opleven is. Net lag ze nog als een hoopje op de bank. En nu voel je al iets pietje beter, hè? Ja, super fijn. Nou, ondertussen ben ik een beetje aan het rommelen in huis. Een beetje aan het opruimen. En ik ben make-uploos. Want ik ga naar de sauna zo meteen om 10 uur. Ik heb zoveel zin in. In mijn uppie. Eventjes tot mezelf komen. En het is wel echt nodig. Ik merk dat er heel veel speelt in mij. Heel veel interne processen. Heel veel dingen ja, die ik misschien moet loslaten. Mag loslaten. Wil loslaten. Waar ik nog in mag groeien. Nou goed, er zijn allemaal dingen. Dus ik ga lekker lezen. Ik ga in mijn dagboek schrijven. Ik ga lekker genieten van de warmte. Want ik ben dol op warmte. Ja, dus dat is wel echt eventjes een cadeautje. Eventjes geen prikkels, geen social media, geen camera. Want die mag natuurlijk niet mee. Nou, ondertussen zal ik jullie nog eventjes een half project laten zien. Want helaas heeft Sander het gisteren niet kunnen afronden. Maar de leertoren is dus voor de helft klaar. Er moet nog iets met een hamer gedaan worden en daarna die twee delen op elkaar. Dus dit staat klaar om afgemaakt te worden. Onder mag wel aan, want die staat een beetje op een gekke plek. Die hadden we even uitgezet. En ik ben dus ook goed aan het nadenken wat ik allemaal meeneem. Dus mijn dagboek, een boek, extra pennen. Want het zal me toch niet gebeuren dat als ik daar ben en ik onwijs inspiratie heb om dingen op te schrijven, eindelijk dus de tijd daarvoor neem om echt even de diepte in te gaan. Ja, dat dan mijn vulpen niet werkt of zo. Dat zou echt heel erg balen zijn. Dus ik neem gewoon reservepennen mee. Daar denk ik nu al over na. Oh ja, ik heb iets leuks voor jou. We zijn namelijk de stickers aan het sparen voor de achtertuin minis van de Lidl. Ja, die heeft al die acties van de boerderij minis. En welke heb je nog meer? Jungle minis. Ja, dus we zijn weer aan het sparen. Alleen, het gaat niet zo snel. Maar ja, jij mag die stickers even opplakken. Ook deze mooie. We hebben er 5. Dus dat duurt nog wel even, want dan moeten er 18. Maar als je er 18 hebt, dan kunnen we het eerste knuffeltje uitzoeken. Ik denk dat ik al weet welke ik ga doen. Ja, vertel. Ik ga eerst die doen. Die worm? Ja, daarna. De vlinder? Ja, dat weet ik alvast. Nou ja, goed. We moeten ook nog even kijken, want Valentijn mag ook, hè? Ja. Voorheen was het allemaal voor jou, maar nu moet je het dus delen met je broertje. Dat is natuurlijk ook even wennen, maar ja, hoort erbij. Over delen gesproken. Valentijn is best wel, hebberig om zo te zeggen. Dat is echt, hij vindt het echt al moeilijk om dingen te delen. Dus als hij iets heeft wat weer naar Jade moet of wat, nou ja, goed, ik merk het dus nu al. Het is echt heel bijzonder. Ik had laatst gefilmd dat wij in het kastje hebben staan, maar toen was het geluid van mijn camera niet goed en werd ik ziek, dus heb ik verder niet laten zien. Maar heel even kort, wat er nu in staat, zullen we binnenkort weer veranderen. Een bakje met sorteermuntjes, een bakje met muziekinstrumenten, bouwblokken, 2 dierenpuzzels die echt al best wel goed gaan, 2 autootjes en bovenop wat boekjes en nog wat puzzels, waarvan we nu al eventjes iets kwijt zijn. Maar dat komt vanzelf wel weer tevoorschijn hier. En nog iets leuks wat ik niet verteld heb, maar hier gaan wij in de zomer naartoe. Echt zoveel zin in. Wij gaan dit jaar voor het eerst kamperen in Frankrijk. Nou ja, kamperen tussen haakjes. Want de echte kampeerders vinden dat het geen kamperen is wat wij doen. Voor ons is het wel echt kamperen. Ik ging vroeger altijd met de caravan met mijn ouders op vakantie. En ik vond dat heerlijk. En ik merk aan Jade dat ze, als zij op een camping is, dat ze helemaal in haar element is. Dus we hebben besloten dit jaar niet naar een hotel of een vakantiehuis te gaan. Maar gewoon naar een camping. Voor mij is dat gewoon, ja, een thuisbasis. Voor Sander wat minder, want die houdt dus niet zo van kamperen. Die is dat niet gewend van huis uit. Maar we doen het dus toch wel dit jaar. We hebben dus zo'n safari tent geboekt. Dus
Het is een beetje glamping. Het is dus wel gewoon bed, niet op een luchtbed. En ze hebben zelfs een wc in die safari tent. Dus dat is echt super fijn. In Frankrijk, we gaan naar de westkust. Want we gaan eerst met mijn moeder en haar vriend naar Disney. Superleuk. Dan hebben we dus al 5 uur gereden. Dus hoe fijn zou het zijn als we nog een paar uurtjes doorrijden. En dat we dan daar onze vakantie meteen aan vastplakken. Dus dat is eigenlijk, was het idee. En dat hebben we dus nu geboekt. Camping aan de kust met zwembad. Met volgens mij ook een kidsclub. Jee. Nou echt, Jade gaat lekker vriendinnen maken deze zomer, hoop ik. Dat zou leuk zijn, hè Jade? Nou goed, hartstikke leuk. Heel veel zin in. Yo, ik denk al, waar is mijn telefoon? Maar die is dus door een meisje ontvreemd. En waar is dat meisje? Ja. Ja, nee. Ik zal heel veel laten zien. Jade die vindt het dus heel erg leuk om washi-mals te doen. Ze heeft zelf ook washi-mals, die poppetjes met die stiften van Crayola. Die kun je dan weer wassen en dan zijn die poppetjes weer wit. Maar die hebben dus ook een app. En ze is dus nu een hondje aan het versieren. Oh, is het een schaapje? Een schaapje aan het versieren. Dus eerst heeft ze die een patroontje gegeven met die stiften. En nu kan ze bijvoorbeeld een bloemenkroon of wat heb je daar nog meer allemaal? Strikje. Nou ja, goed, dus dat is op zich wel een leuk spelletje. Maar dus elke keer als ze de kans krijgt, dan pak ze mijn telefoon om dat spelletje te gaan doen. Nog eventjes iets laten zien, want ik heb dus net een kaartje getrokken uit mijn deck. Nee, niet eens getrokken. Hij viel eruit, hè. Zo werk ik altijd met mijn kaarten. En vandaag heb ik dus de kaart Yin gekregen. Nou, als je een beetje weet over Yin en Yang, dan weet je dat Yin de vrouwelijke energie is, de ontspanning en Yang is dus de mannelijke energie. Dat is deze. Dat is actie ondernemen, creativiteit. En Yin sluit dus echt perfect aan bij vandaag. Het zijn, het mogen ontvangen, het vrouwelijke, de ontspanning. Dus nou, zo werkt dat dus met die kaarten. Mooi hè? Nou, met Jade gaat het gelukkig weer een stukje beter. Ze heeft geen koorts meer, dus ze mag eventjes naar school vandaag. Ze gaat niet naar de BSO, maar alleen naar school omdat het carnaval is vandaag. Oh. Ga je Jade haar schoen brengen? Dat is lief van jou. Ja, Valentijn had er ook een klein pakje voor, maar die vindt dat helemaal niet fijn. Dus die is weer uit. Maar ja, deze is vandaag als Wonder Woman. Mooie jurk hoor. Prachtig. En een cape. Ja, en een super juffie staart. Nou, helemaal cool. Ja, mooi hè? Mama, ja, kom, dit is een gestreken was. Pas op. Zullen wij schoenen aandoen, Valentijn? Ga je mee? Kom, gaan we de schoenen aandoen. Dit is dus het bijenpakje wat ik voor Valentijn had. Maar hij vindt het helemaal niks. Ja. Oh, kom maar. Wat heb je daar? Is dat jouw buik? Is dat jouw navel? Is jouw buik, hè? Ja. Nee. Ja, schoenen aan. Gisteren de sauna was zo ontzettend lekker. Ik heb zo genoten van de rust en van de stilte. En gewoon doen waar ik zin in had. Ik heb ook echt heel goed naar mijn gevoel geluisterd. Ik had zo'n bandje gekregen voor een opgieting. En toen dacht ik, ik heb er helemaal geen zin in om met tijd bezig te zijn. Dus ik heb daar lekker niks mee gedaan. Echt alleen maar gelezen, geschreven, geslapen, gedoezeld, geluncht, gezond. Ik heb ook nog even in de zon gezeten buiten. Nou ja, lekker saunaatjes gedaan. Dat was echt genieten. En op een gegeven moment dacht ik, eens kijk hoe laat het is. En toen was het pas 3 uur. Toen dacht ik, oh wauw. Ik heb gewoon nog eventjes. Dus ik heb echt extreem genoten. Dus ik kan raden om dat een keertje alleen te doen als je sauna's fijn vindt. Maar sowieso iets voor jezelf plannen is gewoon een goed idee. Nou, Fata is bijna klaar. Ja, dan gaan tanden poetsen en dan kan ik daarna mijn make-up doen. Lukt dat? Ja, goed zo. Kijk eens. Oh, wat super. Ga jij je afwassen, Valentijn? Ga jij afwassen? Nou, ik ben zo blij dat we deze nu hebben. Het is dus de leertoren. Ja, en het voordeel is dus nu met momenten dat hij gewoon niet alleen wil zijn en je toch bijvoorbeeld moet koken. Want ik heb dus gewoon lekker hier aan de afwas kan zetten. Ja, weet je, jong geleerd, is oud gedaan. Super handig dus. En dan kan die straks natuurlijk ook als hij wat ouder is helpen met eten maken. We hebben daar zo'n speciaal mes voor. Dat is zo'n kiddie cutter waarmee je dus kinderen dus kunnen snijden. Dus, nou ja, dat wordt vervolgd. Tafeltje is trouwens ook heel leuk. Zal ik zo nog eventjes laten zien. Oh, kan je erbij? Ja! Nou, 10 minuten later en we staan hier dus nog. Hij vindt het echt heel leuk, dus dit is echt top.
Ze zijn trouwens niet goedkoop, maar wel heel mooi. Het is een heel mooi hout. Je moet het wel zelf in elkaar zetten. Dat vind ik dan wel weer een domper voor het geld. Maar ja, en zo ziet hij eruit. Als je er een tafeltje van maakt, want het oude model kon je er geen tafel van maken, maar dit is echt super handig. En hij vindt het heel leuk, dus hij zit ook gewoon lekker aan het tafeltje. Ik zal het linkje naar de leertoren hieronder eventjes plaatsen, mocht je ook willen weten welke wij hebben. Ik ga lekker weekend vieren met mijn gezin en ik zie je volgende week weer in een nieuwe vlog. Doei! Yeah.